Ben jij op zoek naar een site voor jouw FIFA 14 Ultimate Team Coins? Check dan www.justfifacoins.nl in de beschrijving. En oh ja, vergeet bij de betaling niet de code MATTI, alle letters en hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. Vies, nog een keer. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo. Desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Todos sabem o quanto era mais importante pra mim. Daar ben ik weer! Oh jee, Road to Brazil is terug in de building. Dat is een tijd geleden, hè? Maar let's go, we gaan door naar een wedstrijd die fucking spannend gaat worden. De eerste wedstrijd van deze aflevering. Wauw, dit begin, hè? Doe ik een wager voor 25.000 muntjes tegen een andere YouTuber. Zijn naam is Milo en zijn kanaal is dus FIFA HD. Wil je zijn kanaal nou checken? Check dan de link in de beschrijving. Dit is zijn team met... Verdomme, deze gozer zijn neus is zo groot, zijn vrouw hoeft geen parasol meer te kopen. Nou Gerda, dat is niet aardig om te zeggen. Maar let's go, deze wedstrijd moet ik winnen. Er staat veel druk op, want verlies ik deze wedstrijd, verlies ik te veel coins. En dat moeten we niet hebben. Maar je moet niet vergeten dat ik tegen Milo speel. Die kan helemaal geen FIFA, die kerel. En je ziet hier ook een balletje op. Ja, en dat schuift hij er dan zo lekker makkelijk in. Helaas maakt hij uit deze rebound nog de 1-1 met Lucas. Dat is wel jammer. Maar Pato pakt hier de bal, doet hem door zijn benen, tak, tak, pom, en hij zit erin. Oh, goh. Maar dan is hij Pato met een cheeky lopje voor de 3-1. En dan kan David Luiz deze wedstrijd beslissen. Heeft de bal, gaat erdoor en hij schiet hem naast. Maar Pato maakt de 4-1 en Oscar maakt de 5-1. En daar is Hulk voor de 6-1. En weet je wat, Pato, chop en ja, en dan valt hij ook niet meer aan ook. Hij was die AFK Milo, jongen. En dan, pam, moest hij keihard janken omdat hij ingemaakt was door La Brazil. A gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Ja, David Luiz, je kent mij toch. Maar mijn speler wordt gekocht, de wager is gewonnen. En dan kom ik in totaal op 26.985 muntjes. En dat is nice. Maar ik zag dat ik ook een aardigheid in divisie 3 was. En dat ik nog genoeg wedstrijden had om 2 keer te winnen. Zodat ik de titel in divisie 3 had voor extra coins. En dan ga ik een potje in die divisie 3. En dan kom ik tegen... een team dat wel ergens op lijkt. Maar er is hier een voorzet van de zijkant en olie pam, die zit fucking nice in. En dan sta ik 1-0 achter. Maar binnen no time is het 1-1 door. Dan wordt Pato hier aan gespeeld. Dan is maar één man daar om die penalty te nemen. Zijn naam is David Luiz. En die scoort. David Luiz. En uit dit zachte kopballetje maakt... hij maakt de 6. 3-1. Mijn stem trekt dit niet. Maar ja, verder was het fucking easy, want hier is Pato, boom, goal. En het wedstrijdje was zo simpel, want hier is Ramirez nog, 5-1. En vervolgens wordt Willy neergehaald. Maar deze keer mag David Luiz niet de penalty nemen. Nee, dat mag niet. Hulk neemt hem en die schiet hem fantastisch. Kut penalty. Maar ja, misschien er binnen voor de 6-1. Dan krijg ik even later via dit geëetse club net 6-2. En god, smoel. Maar ja, voorzet. Poeh, wat een rare kopbal voor de 6-2. Nee. En dan is het afgelopen en dan poeh. 2 wedstrijden. 2 punten. Dat gaan wij halen, jongens. Dat gaan we halen. Dit is ondertussen mijn team. En dit is mijn tegenstanders team. Hallo, ik ben Suarez. En dit is Chiellini. Nam. Ja, deze wedstrijd is simpel, want hier is Ramirez. Goal. Haha, Ramirez, pace, bitch. En vervolgens is hier een speler door. En volgens mij is ze naar. Maar ik kan het ook verkeerd hebben. Maar hij scoort wel. Dan is hij door met Jule. En dan. Tjik. Tjik. Ja, zit hij erin. Maar ik ga het nog beslissen, want hier is weer een speler door. Ik weet zijn naam niet meer. Oh ja, zijn naam is. Ik vergeet het telkens. Fucking irritant. Dat ik die naam vergeet en dan kom ik er in één keer weer op. Maar ja, ik win. Punten erbij. Titel binnen. Alweer een winnaar. Juist ja. En 11.000 muntjes erbij. Oeh. Daar kom ik op 38.610. Vervolgens tweet ik nog even. Wie wil er nog een weetje doen? Zodat ik deze aflevering nog wat leuker kan maken. Niemand reageert. Ja, wie speelt er ook nog op de fucking Xbox 360? Mocht je dit nou zien en je denkt, ik heb nog Xbox 360 en ik wil wel een keer op Road to Brazil wageren. Dan kom je op YouTube. Dan zou ik mij maar even op Twitter volgen. Dan weet je weer dat ik zin heb en tijd heb en kaas eet. Of een banaan. Nam.
De aflevering is hierbij voorbij. En wist je dat als je je zinnen achterstevoren afspeelt, dat je dan dit krijgt? Gerard, dit maar heel zaar of is het ga. En is. Ha, zie je zo'n of denk je, het lijkt net fucking Russisch. Ha. Maar thanks voor het kijken. Ik ben weer terug met Road to Brazil. Maar laat even een blauw duimpje achter. Het zou awesome zijn. En dan zie ik je de volgende keer weer. Later, mensen. Nam.